Ik ga heel erg mannen laten doen. Hallo! Haha! We hebben een speakersysteem. Ik ga meteen misbruik van maken. Ik ga iets zeggen of zo. Vooraan in de winkel. Of in het lege deel van het pand. Wat zeg je? Ik versta je niet. Kijk, hier is toch veel meer ruimte. En zo hard ruik ik niet meer. Ik heb al hard gewerkt, maar... Even tot iedereen een beetje op hier in het midden staat. Dat is nou zo die kant, toch? Een hele winkel leeggehaald voor jullie. Mooi. Nou, allereerst bedankt voor jullie komst en welkom in het Hoge Wieten Museum. Ik heb dit 2 jaar geleden opgestart aan de overkant. Voor de mensen die er toen bij waren, het zag er iets anders uit dan dit. Met name een stukje kleiner. Ook het aantal computers was een heel stuk minder. Om precies te zijn, ik heb het nog even nageteld. We hadden 25 computers in het museum staan op de opening. Op 17 maart 2018. Inmiddels zijn dat iets meer en dat doen er ook veel meer. En ik heb ook veel meer in opslag staan. En ik ben ontzettend blij dat we deze kans hebben gekregen. Helaas, de makelaar is al weg. Die heeft ons mede de kans gegeven. Om hier naartoe te kunnen verhuizen. We hebben dit pand begin vorig jaar. Was een project waar wij in samen konden gaan werken. Een project voor dagbesteding, iets wat wij heel veel doen hier. Wij geven mensen met een beperking, met name met een autisme spectrumstoornis, geven wij een fantastische werkplaats hier. En tot nu toe is er echt niemand weggegaan hier. Dus iedereen is nog steeds lekker aan het werk en zijn allemaal aanwezig vandaag. De meeste zijn wel aanwezig. Slaan we daar in het midden. In elkaar, want ja, ik mag ze niet te veel loslaten, heb ik gehoord. begin vorig jaar is er een bedrijf gekomen die zei, we gaan een dagbestedingsproject maken met 3 bedrijven. En wij willen het pand aan de overkant huren. Hallo. Dat is mijn zoon, nou zei hij ook papa. Zeg het even bij. Ja, ik wil je praten, hè. Dat gebeurt, hè? Was ik het wel? Ja, ik had 3 bedrijven. We zijn in dit pand terechtgekomen en ik had meteen zoiets, hier moet ik gaan zitten. Hoe dan ook moet ik in dit pand gaan zitten. Helaas, veel gesprekken gehad, maar uiteindelijk degene die het hardst heeft geroepen, we gaan dit organiseren, die reageerde helemaal niet meer. Met als resultaat dat de tweede partij ook zoiets had van, nou hoeft niet meer, we zitten goed waar we nou zitten, dus we gaan niet meedoen met jouw project. En was ik de enige die nog interesse had in dit pand. Nou, ik heb de makelaar gebeld. Ik zeg, luister, ik heb dit en dit aan bedrag wat ik per maand kan spenderen. En jij hebt een leegstaand pand. En ik heb meer ruimte nodig. Hoe kunnen we hier iets met elkaar betekenen? Initieel was het, hoe durf je dat aan mij te vragen, want je vraagt zo weinig. Totdat hij een keer binnen is geweest. En hij zag onze EDA-computer staan en hij dacht, ja, dit moeten we wel gaan doen. En ons sociaal ding vond hij geweldig en het feit dat wij commercieel denken in plaats van als museum. Dat alles heeft geresulteerd in dat de pandeigenaren hier ook zijn geweest, in de andere kant, en ook helemaal weg waren van dit project en ons de kans hebben gegeven om dit mogelijk te maken, om hier naartoe te verhuizen. Sinds oktober hebben we dan ook de sleutel hiervan. En alle vrijwilligers hier hebben keihard gewerkt, ook zelfs mensen die geen vrijwilliger zijn, die hebben hard gewerkt om dit allemaal te verhuizen. De opslag hebben we een week over gedaan, meerdere weken over gedaan.
het uiteindelijke museum hebben we allemaal in een week overgezet, maar toen moest alles weer op zijn plaats gezet worden. Daar zijn we de laatste dagen mee bezig geweest. En zelfs nog tot herstellen toe van computers die niet meer werkten. Wij voorzien in ieder geval hier een enorm goede toekomst. Wij gaan hier dit pand veel goed gebruiken. We zorgen dat dit echt een prachtige plek wordt binnen Helmond. En dat iedereen dadelijk Helmond herkent van het Home Computer Museum. Want daar is uiteindelijk waar het om gaat. Ik hoorde Antoinette ook nog wat wilde babbelen, dus... Mag, hè? Ja. Ze heeft ervoor betaald. Dat is zo grappig. Ja, Bart, je had mij zo mooi uitgenodigd hiervoor. En toen zei hij, moet je niet speechen? Ik zeg, nee, ik ben gewoon uitgenodigd voor de opening. Dus ik had ook niks voorbereid. Verrassing. Nou, maar juist leuk. Juist leuk. En ook leuk dat je dat zo doet, zo ongedwongen. En informeel. Maar ik vind het toch wel bijzonder om hier iets te zeggen. En waarom met name? Omdat ik... Ik geloof niet dat ik iemand ken met zoveel doorzettingsvermogen zoals jij hebt. En vasthoudendheid, doorzettingsvermogen, maar echt bewonderenswaardig. Want toen ik net wethouder was, kwam je bij mij op de lijn en zei hij, kom eens kijken bij mij in de Kluisstraat. En ja, ik kwam daar kijken en ik dacht echt van, oh god. Echt, hoe die dat voor elkaar heeft gekregen, computers daar neergezet, gewoon gestart. En gedacht, ik ga er gewoon iets van maken en ik hoop dat de wethouder ook enthousiast is. Nou ja, dat heeft wel even geduurd, moet ik eerlijk bekennen. Ik ben niet zo'n computerfreak, maar ik zag wel dat andere mensen heel enthousiast waren. En toen hebben we ook bedacht, nou laten we jouw collectie nou eens waarderen. Want iemand kan wel zeggen, begin een museum en wat ik hier heb staan is bijzonder spul. En warempel, het werd ook heel positief gewaardeerd door de Stichting Erfgoed. En sterker nog, hij dong mee naar de Erfgoedprijs en die heeft hij ook nog gewonnen. Dus nou, hoe betere prestatie en waardering kun je hebben. Dus we hebben als gemeente ook hier toch een beetje aan meegeholpen om te zorgen dat je hierheen kon verhuizen. Je bent echt een aanwinst voor het centrum en voor de stad. Ik vind het ongelooflijk knap wat je gedaan hebt. En we zullen er ook alles aan doen om te zorgen dat je hier kunt doorgroeien de komende tijd. Dus dankjewel Bart. Ik ga toch nog heel even voor mensen die het niet kennen het verhaal vertellen. Hoe ik ooit ben begonnen. En dat is mijn vrouw die nou de kinderen stil aan het houden is, die staat er ergens. Maar ik had een hele grote collectie computers, nou ja, 35 om precies te zijn. En ik ging altijd naar computerbeurzen toe, ieder weekend eigenlijk. En toen zei mijn vrouw, waarom ga je daar niks mee doen? Dit is het resultaat daarvan. Volgens mij is er nog wel een klein beetje spijt van, maar al met al, ik geloof wel dat ze ontzettend trots is, daar is ze, hallo. En ik wil sowieso ook... Patrick van Halen erbij betrekken. Die staat stiekem nog in het museum, die staat erachter. Want zonder Patrick was dit sowieso niet gelukt. Want Patrick is in het begin bijgekomen in het kader van als je nog logo's wil ontwerpen, dan laat me weten. Ik zeg, ja, maar dan heb ik geen geld hoor. En toen heeft hij logo ontworpen, zonder te vragen. En kort daarna kwam hij in één keer met een filmpje aanzetten, zonder te vragen. Maar ik was daar zo van onder indruk. Ik zeg, Patrick, het is geweldig wat je hebt gedaan. Jij bent gewoon medebestuurslid. En sinds die tijd is hij dat ook. En hij heeft afgelopen tijd ontzettend hard gewerkt hier. Hij is verantwoordelijk voor alles wat design is. Als ik met die zaak kom zetten, dan zegt hij nee, die moet in dat jaar staan. Of, hij haalt weer dingen weg omdat ik ze daar neer heb gezet, want dat klopt niet. Maar hoe dan ook, zonder Patrick, ik wil ook even persoonlijk hier bedanken. Hij houdt helemaal niet van aandacht. Nee, dat is niet maar het meent het. In ieder geval, ja, het museum is het staat, maar ja, we gaan het natuurlijk verbeteren. En behangetjes, kleurtjes, meer retro spelletjes, meer retro bureautjes. Dit jaar. Ik kan heel mooi maken, dat is het. Nou ja, goed, ik nogmaals iedereen welkom en geniet nog steeds van het museum, want het is allemaal open, alles staat aan, geniet ervan vooral. Als er vragen zijn, kom gerust even aan mij vragen wat er aan de hand is. En ja, ik zou zeggen veel plezier en ik hoop jullie allemaal nog een keertje
op de korte termijn of lange termijn hier als museumbezoeker te verwelkomen.